Goedemiddag, het is weer woensdagmiddag om 4 uur en dit is de 68ste aflevering van Maurice die alle Q&A's doet. Dus en ik ben Vincent Evers. Hoe staat het er deze week voor? 38.000, zo. Ja, er zijn duidelijke stijgingen. De stijging was rond de 50%. Dit was cijfer van maandag, de 25ste. Hier begon het te stijgen. Ja, dus ja. Het is de combinatie afschaffing maatregelen en invoering coronapas. En de derde plaats, en dat zie je ook in de rest van Europa, in onze delen. En dus het weer wat gewoon, ja, we zijn nu in de herfst en niet meer in de eind van de zomer. Dit zijn de ziekenhuisopnames door de tijd heen. Vanaf 22 september zaten we rond de, net onder de 40 per dag. En dat is nu naar boven de 80 per dag. En als PS klopt, dan zitten we nu al boven de 100. Of binnenkort. Mm-hmm. Deze cijfers worden nog aangevuld. Like, vanaf dit moment beginnen de ziekenhuisopnames te komen die samenvallen met besmettingen na 25 september. Ja. De D-Day, of 26e. Dit is de leeftijd van de mensen die de ziekenhuisopnames. En wat zie je dan? Dan zie je eigenlijk deze drie groepen, en met name deze twee, die beginnen ontzettend te stijgen. Ouderen. Ja. Het kern van het probleem van de zorgbelasting, die nu helemaal gegooid wordt op al die ongevaccineerden, zit dus in deze groep. Ja. En wat blijkt dan, als we direct verder gaan kijken, dat een fors deel van deze mensen wel gevaccineerd zijn. Dus deze groei is niet te danken omdat dit allemaal ongevaccineerde ouderen zijn. Want we hebben onder de ouderen relatief weinig ongevaccineerden. Ze hebben nu 350.000 mensen getest vorige week. En nu zijn het er 1300. Dat is 0,4%. Dat was 0,1%. Dus je ziet daar, onder de hele bevolking is de incidentie, als dit de maatstaf is, ongeveer 0,4%. Als je hier kijkt, dat zijn weer de 70- en 80-jarigen, die onderste twee. Ja. Die zitten nu op 87% hier. Ja. En dat is vrij dicht bij hun vaccinatiegraad. Maar wacht even, deze grafiek zegt dat 87% van de mensen die 80 plus zijn en die positief besmet zijn, die zijn al gevaccineerd. Ja. Ja, dus alleen inderdaad echt gewoon de overgrote meerderheid van de mensen die positief besmet worden in 60, 70 en 80-jarigen, die is al gewoon gevaccineerd. Ik vind het wel een leuke uitdrukking hoor, positief besmet. Ja. Bij de groene, bij 30 tot 39 is het 50-50. Is het bijna 50-50. Maar wat je eigenlijk ziet, dat ook bij hen de lijn naar beneden loopt. Alleen zij zijn gemiddeld veel later gevaccineerd. Ja. Dus ze zitten in de tijd gewoon achter de anderen aan. Ja. Maar eigenlijk al die lijnen lopen naar het punt dat de vaccinatie geen bescherming meer biedt tegen infectie. En dat is bij de groep boven de 70 al vrijwel het geval. Ja. Overal in de wereld waar ze het goed onderzoeken en daarover rapporteren, je eigenlijk dezelfde trend ziet. En wat je nu ziet, in bijvoorbeeld al België, dat laat ik direct zien, maar in Engeland helemaal, dat gevaccineerden in de oudere leeftijdsgroepen eerder positief testen dan de niet-gevaccineerden. Vanwege het gedrag of zo, denk je? Nee, dat kan ook zijn, wie zijn de ongevaccineerden eigenlijk precies? Want bedenk wel, een deel van de ongevaccineerden, 40% van de mensen die zich niet laat vaccineren, is al een keer geïnfecteerd geweest. Oh ja, ja, ja. We zitten dus eigenlijk, de overheid en anderen, ontzettend te hameren op vaccineren. En het ligt aan de ongevaccineerden allemaal. Mm-hmm. Maar het grote probleem zit in de ouderen, waarvan maar een klein deel niet gevaccineerd is, maar van een deel de bescherming steeds meer kwijtraakt. En het zijn die vooral de hogere belasting in de ziekenhuizen op dit moment zorgen. Kijk, dit is België. België heeft ook na veel aandringen voor het eerst de cijfers nu per week.
En dit was zijn persconferentie van Pedro Facón. En zei, nou, we hebben 614 nieuwe hospitalisaties. 55% was gevaccineerd in België afgelopen week. Ja. Maar als je verder kijkt, het zijn vooral de ouderen die in het ziekenhuis belanden. Mm-hmm. Driekwart, zelfs 60% was 75 plus. De gevaccineerden die in het ziekenhuis kwamen, waren vooral oud. Ook door wat hij daarboven zei, namelijk het waren vooral de ouderen, zie je dus een trend waarbij dus de problemen nu beginnen te ontstaan in steeds grotere mate met gevaccineerde ouderen die in het ziekenhuis komen. Dus wat we hebben is nog 200.000 ongevaccineerden boven de 65 jaar, waarvan waarschijnlijk het grootste gedeelte van de ouderen die zich niet hebben laten vaccineren, daar ook nog een medische reden voor is dat ze zich niet hebben laten vaccineren. Dus eigenlijk in de buurt van de 6% van die groep, ja, is ongevaccineerd. Kleine, hele kleine groep. En die komen dus veel in het ziekenhuis. Nee, wat er nu blijkt is, zeker ook van degene die ongevaccineerd in die oudere leeftijdsgroep was, ja, relatief gezien komen daar meer van in het ziekenhuis. Maar absoluut is het dermate kleine, ja, groep dat zij niet in hun eentje zorgen voor een zorg die ontzettend onder druk komt te staan. Het grootste gedeelte, want dat zie je ook hier, komt eigenlijk van de ouderen die gevaccineerd zijn. Maar oké, in België is het dus duidelijk, in Vlaanderen is meer dan 60% van de mensen die in het ziekenhuis komen is gevaccineerd. Hoe kan het nou dat ze in Nederland dat echt zorgen? Nee, bij ons is het driekwart van de mensen die in het ziekenhuis komt is ongevaccineerd. Dat is dan een complete reversal van wat er in België gebeurt. Ja, heb je gelijk. Maar dan wil ik nog even Engeland laten zien. De week geel is week 38, 37, 36 bij elkaar. En je ziet hier gewoon het aantal mensen in ziekenhuizen. Het aantal mensen in ziekenhuizen in deze leeftijd. Ja. Niks met gevaccineerd. Hier, okay, dit is, ja, niet gevaccineerd. Ja. Okay, en de, ja, zwaartepunt zit boven de 70. Ja. 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 Maar dit zijn de mensen in ziekenhuis die niet gevaccineerd zijn. Ja, maar deze groep zijn dus de totalen boven de 60. Ja. En dit zijn de niet gevaccineerden boven de 60. Dus je ziet 10%. Dus het overgrote deel van deze groep is gevaccineerd. Driekwart is gevaccineerd in Engeland, die zeg maar in de groep 60 tot 90 komt. Dus exact de cijfers zoals precies zoals Vlaanderen. Ja. Nou, nu komen we op jouw vraag. Ja, hoe zit het in Nederland? Oh, okay. Want daar is het driekwart van de mensen die in het ziekenhuis liggen, zijn ongevaccineerd volgens het RIVM. En toen kwam er een rapport uit, een niet eens een rapport, maar een pagina bij het RIVM, begin oktober, en dat ging over vanaf 1 september tot 3 oktober. Dat waren ongeveer 1400 ziekenhuisopnamen. En daaruit komen die cijfers. 75% niet gevaccineerd in de ziekenhuizen. En 80% niet gevaccineerd in de IC's. Ja. Ja. Maar wat gebeurt er nu? Gisteren komt, dat is Suzanne van den Hof van het RIVM. Een van de woordvoerster. En die zegt bij de NOS, driekwart van de patiënten in het ziekenhuis is niet gevaccineerd. Overgrote deel van de mensen die in het ziekenhuis belandt met COVID is niet gevaccineerd. Dus ongeveer driekwart van de mensen die in het ziekenhuis ligt. En meer dan 80% van de mensen die op de IC belandt. Ja. Nou, dat zijn exacte cijfers van dat rapport over de maand september. Oké, okay, ja. Wat we net hebben gezien over de maand september was dat daar de ouderen een veel kleinere groep waren van de mensen in de ziekenhuizen. Ja, ja. Mm-hmm. De groei zit vooral boven de 60, 70 jaar. Nou, ja. Als je gewoon naar de andere landen kijkt, dan weet je dat deze groei van 60, 70 jaar een beduidend hoger percentage gevaccineerden moet hebben. Nou, en als zij dit nu vertelt ze gewoon de cijfers uit september. Ja, ja, oké. Okay, ja. En die hebben geen enkele relevantie voor de situatie van nu. Maar ja? Ik bedoel, ik weet niet wat dat waar is. Want kijk hier,
Ik heb hier dit artikel van NSC, zeg maar. En dat is van 19 oktober. Die zegt, januari geprikt, je bent nog steeds goed beschermd. En wat staat daar? Dat het RIVM heeft de database van NICE gecombineerd met de database de vaccinaties. Dus die twee die hebben ze aan elkaar gekoppeld. En elke week, om de week, sorry. Nu haalt RIVM de cijfers op, afgelopen maandag voor het laatst. Ik neem aan dat die interviews die ze nu geven, zijn gebaseerd op de laatste cijfers. Want ze krijgen elke twee weken krijgen ze een versie cijfers eruit. Nou, ik zal je vertellen. Ik ben er 100% van zeker van dat het cijfer wat zij gegeven heeft in haar, Suzanne van den Hof gisteren, de cijfers uit september waren, omdat het exacte waardes waren uit september. Want ze heeft letterlijk gezegd 25%, 75% en 80%. Dat is precies het rapport uit september. En in Nederland krijgen we de Suzanne van den Hof, die de cijfers presenteert uit september, onder de pretentie dat dat de cijfers nu zijn. En kijk eens van wat afgelopen Jan maandag, ja. En Jan Paternotte heeft nog iets ergens opgeschreven. 87% heeft een prik, 30% niet. In de ziekenhuizen is het precies andersom. Mm-hmm. Nou, dat was het zelfs niet in het rapport in september. Is dit gewoon een foutje van Jan Paternotte? Nee, dat hij dit bewust zo heeft neergezet? Nee, wat er aan de hand is, er is gewoon een hele gerichte campagne. En dat zie je bij de politici, dat zie je bij de jongen, dat zie je in de media. Die eigenlijk alleen maar bezig zijn om ongevaccineerden aan de schuld te geven van het gaat nu niet goed. En het ligt dus aan die ongevaccineerden. Wat we zien is dat natuurlijk het grootste gedeelte van de mensen in Nederland gevaccineerd is en een klein gedeelte niet, maar in de ziekenhuizen is het precies andersom. Daar zie je dat het overgrote deel van de patiënten niet gevaccineerd is en slechts een klein deel wel. En dat maakt dat je er ook niet aan ontkomt om je te verhouden tot die realiteit op het moment dat je bekijkt welke maatregelen zouden nou het meest effectief moeten zijn. Elke informatie wordt misbruikt door oude data te gebruiken of zelfs niet aanwezige data, wat Paternotte heeft gedaan. Om eigenlijk alleen maar de boodschap over te brengen. Het probleem wat we nu hebben is te danken aan jullie ongevaccineerden. Het versluiert wat het fundamentele probleem momenteel is. En zeker als er meer mensen gevaccineerd zouden zijn, komen er wat minder mensen in het ziekenhuis. Maar het grote probleem in de ziekenhuizen is op dit moment dat er een steeds grotere instroom is van de oudste groepen. Wiens bescherming aan het afnemen is door het vaccin. En die het kwetsbaarste zijn. En die we dus met de verhalen die we nu doen niet goed helpen. Oké, dit was het UMC. De directeur van het Maastrichtse UMC die zegt 8% van de 10 patiënten zijn gevaccineerd. En daarbij ook nog, kijk nog even, het gaat daarbij vooral om mensen van hoge leeftijd. Ja. Precies het verhaal dus wat ik nu vertel. Dit is eigenlijk gewoon wat jij zegt. Dit is eigenlijk iemand, is een directeur van een van de grootste ziekenhuizen van Nederland. Die zegt 8 van de 10 zijn gevaccineerd. En dat gaat dus ook gewoon, dat gaat in heel Nederland gebeuren. Jij en ik, we zijn gevaccineerd. Maar dat betekent niet dat je niet een bepaalde manier kan begrijpen waarom mensen zich niet laten vaccineren. Vooral ook omdat 40% van de ongevaccineerden zeggen, ja, maar ik heb het al doorgemaakt. Waarom zou ik me nu ook nog moeten laten vaccineren? Hier zien we dan een van onze helden die wij dus wel allebei zien zitten. Is Marcel Levy, die zegt van, joh, 100 nieuwe mensen in het ziekenhuis betekent 1 of 1,2 per ziekenhuis. Die vatten we best wel mee. Hij praat tenminste op een behoorlijk realistische manier en zegt, denk erom, ja, waar gaat het nou eigenlijk over? Het kan best misschien druk gaan worden, maar dat is het nu echt nog niet. En er wordt nu al een soort paniek gezaaid. Hij praat dus ook, wat ik ook interessant vond, is dat hij praat over waarom hebben wij de IC-capaciteit niet opgezet. Hij bekritiseert, hij zegt, het was echt in Engeland en in België en in andere landen is de IC-capaciteit en mensen zijn heel erg opgeleid, zodat dat geen bottleneck is. En hier in Nederland horen we alleen maar, het kan niet, want alle mensen rennen weg uit de IC, omdat het allemaal veel te heftig is en zwaar. Dat geloof ik ook heel graag. Maar hij zegt, in de landen om ons heen is de IC-capaciteit gewoon zwaar uitgebreid. En dat hadden we, en hij vindt dat we dat ook moeten doen. En iemand zei, ja, wat moet er dan gebeuren? Nou,
Het enige wat je kan zeggen is of je capaciteit uitbreiden, of juist die ouderen, ja, dan zeggen van, nou ja, als jij niet verder risico wil lopen, dan krijgen die mensen, ouderen, een derde booster. Paniek. Bedoel, ja. Dat begrijp ik als je zegt dat je zorgcapaciteit je probleem is. Ja. En ze staan klaar om die derde prik te doen. Hè? Dat zegt gewoon, dat is alleen maar wachten. Dat duurt niet lang. Ja, maar het erge wat ik denk wat er gaat gebeuren, dat ze vervolgens die boosterprik naar een veel grotere groep in de samenleving gaan aanbieden. Of bijna verplichten. Want zoals in Israël, nou, op een gegeven moment zeggen ze, als je die boosterprik niet hebt gehad, tel je niet meer als gevaccineerd. En dan gaan ze het, dan worden de mensen die de boosterprik weigeren, dat worden dezelfde paria's als de mensen die nu ongevaccineerd zijn. Ja, dus dat zou je dan fijn moeten vinden. Want het RIVM, die is daar nog helemaal niet aan toe. Want die zegt gewoon, januari geprikt, je bent prima beschermd. Dus daar zijn ze dan juist weer terughoudend in die boosterprik. Het is juist hun Achilleshiel, omdat ze nu zo die getallen misbruiken om mensen gevaccineerd te krijgen. Wordt niet onderkend wat het echte probleem is. En twee grote problemen hebben we. De instroom bij de zorg zijn vooral die ouderen waarvan een fors deel wel gevaccineerd is. En blijkbaar die bescherming van die vaccinatie neemt daarbij af. En de tweede plaats, dat corona, de toegangspas. Ja, dat is een schijnveiligheid die steeds groter een schijnveiligheid wordt als er steeds meer mensen zijn onder de gevaccineerden die positief testen. Ja. Want die hoeven zich niet van tevoren te testen. Dus als, laten we zeggen, we zeiden net, hè, 0,4% van de mensen zijn positief. Laten we even zeggen dat dan 0,2% van de gevaccineerden dat is. Om even een getal te noemen. Ja. Maar als je dus de corona toegangspas gebruikt, dan die 0,2%, ja, die komen dan wel geïnfecteerd in een ruimte. En als je dan nog even gaat naar, dan heb ik meteen mijn laatste twee plaatjes laten zien. Dit is, nou, iemand zei me toen hij dit toestuurde, dit artikel komt alles bij elkaar wat jij beweert. Want het lijkt een artikel uit 2020 eigenlijk. Daar kwamen dat soort verhalen vandaan, maar het kan nog steeds. Kijk even. Ja. Wat is er nou gebeurd? Nou, dit is wat ik net zei, zo'n superspread event, maar dan, nou, dit keer wel opgemerkt. Ruim 20 koorleden en bezoekers zijn besmet geraakt. Dus daar heeft dus het virus rondgezweefd. En dit waren allemaal gevaccineerden die besmet zijn geraakt. Die hebben voldoende ingeademd om positief te testen. Er staat dat niemand van het ziekenhuis nog opgenomen is. Maar het geeft wel aan, ze hebben daar gewoon ook gewerkt met de toegangspas. En kijk naar deze. En dit is precies hetzelfde. Een boottochtje voor senioren uit Rijnsaterwoude heeft het ook opgeleverd. Ja, een flink deel. Jij zegt die QR-code, die coronapas, is eigenlijk gewoon een valse hoop. Iedereen zit heel erg dicht bij elkaar. Let niet op ventilatie. Mensen gaan ook als ze gevaccineerd zijn en ze zijn verkouden, dan blijkt dat ze ook al vaak naar dat soort evenementen gaan, want die QR-code blijft toch wel werken. Dus dat is een valse veiligheid. Ja. Dus eigenlijk moeten we weer teruggaan van waar leidt dat nou eigenlijk toe, zo'n vaccin? En het lijkt erop dat het niet meer veel beschermt, speciaal als je ouder bent, om het te krijgen. Ja, maar wat alleen zie je nou? dat er minder mensen in het ziekenhuis komen. Dit is een geweldig interview van De Nieuwe Wereld van Ad Verbrugge. En die praat hier met Wendy Mietermeijer-Otterman. En zij werkt in de farmaceutische industrie. En haar taak is om eigenlijk te zorgen dat wat er beloofd wordt aan medicijnen, wat de werkingen zijn en wat de bijwerkingen zijn, dat een eerlijke representatie is van wat er moet gebeuren. Zij is bijvoorbeeld van de interne controleafdeling die de marketeers in de gaten moet houden, dat ze niet al te veel beloven. Zij is helemaal horrified hoe de overheid een campagne heeft gevoerd nu over dat vaccin. Het is helemaal veilig. Het beschermt allemaal. Het geeft maximale bescherming tegen ziekenhuizen. En als je dit neemt,
dan mag je gewoon weer gaan reizen. Als je dit neemt, mag je weer overal rondgaan. Als je dit neemt, mag je weer knuffelen. Zij zegt, als wij dit als farmaceutische industrie gaan doen, het is een pure telcelreclame. Het slaat werkelijk helemaal nergens op. Ik maak mij zeer bezorgd over de overheid die zich zo uitstraat. En dit is de farmaceutische industrie die zegt, wat hier gebeurt, hoe een medicijn wordt aanbevolen op oneigenlijke gronden, dat slaat werkelijk nergens op. Even nog even resumerend. Wat hier staat, we hebben geconstateerd dat het vaccin, als je ouder bent, niet meer helpt om te voorkomen, om te voorkomen dat je besmet wordt. Maar hoe goed is het vaccin om te voorkomen dat je in het ziekenhuis terechtkomt? Want ook al zijn het nu de 70 en de 80 jaren, hoeveel meer kans en minder kans heb je als je gevaccineerd bent of niet gevaccineerd voor die categorie? Nee, het is zeker zo. Dat blijkt uit die cijfers. Dat de kans dat je dan met COVID in het ziekenhuis komt, duidelijk lager is dan als je niet gevaccineerd bent. Stukken lager, alleen, factor 5 laag. Ja, er zijn verschillende manieren om te berekenen, maar het is zeker duidelijk lager. Ja. Alleen, die bescherming neemt af en die neemt het sterkste af bij de oudste leeftijdsgroepen. En het zijn vooral de oudste leeftijdsgroepen die in het ziekenhuis belanden met COVID. Ja, dit is niet de KPMG, maar de KNMG. Ik dacht ook eerst dat het de KPMG was, maar dit is dan de bond van huisartsen. Die hebben 1500 van de 8000 huisartsen ondervraagd. En die hebben aanbevelingen gedaan hoe ze nou moeten omgaan met de volgende crisis en het volgende beleid. En ze zeggen, wij als huisarts zijn compleet buitenspel gezet. Dat was echt gewoon niet handig, want we konden alleen maar mensen naar het ziekenhuis verwijzen. En wij kunnen wel heel veel doen voor mensen. En wat ze ook nog, wat ze ook zeiden van, die uitbreiding van de uitbreiding van de zorg, dat niet geweest was. En ten derde, dat vond ik zelf de meest interessante, ze zeiden, de overheid heeft zwaar ingegrepen in het leven van mensen om te voorkomen dat ze ziek worden. Dus al die maatregelen. Dan vinden wij als huisartsen dat de overheid eigenlijk veel minder zwaar, maar ook moet ingrijpen om een aantal factoren die mensen ziek maken van tafel te halen. Om te beginnen met roken. 20.000 mensen gaan per jaar dood aan roken. Dat is veel meer dan COVID, want er gaan 16.000, het is nu op 18.000 mensen. Maar elk jaar gaan er 20.000 mensen aan dood. Daar moet veel harder op ingegrepen worden. Ten tweede, obesitas. We zijn 50% van de mensen is te dik en 30% heeft obesitas. Dat zorgt voor ontzettend veel ellende. Doe een suikertax, doe een vettax. En eigenlijk promoot veel meer agressief gezond leven. En niet alleen maar, wij adviseren u om dat te doen, maar echt gewoon veel steviger maatregelen. Oké. Natuurlijke immuniteit. Ja, deze vraag. Nee, als jij het virus hebt doorgemaakt, dat blijkt echt uit nogal wat onderzoeken die we gezien hebben, dan heb jij per saldo een betere bescherming op lange termijn dan als je alleen via een vaccin je bescherming denkt te hebben. Want het vaccin lijkt langzamerhand weg te ebben. Natuurlijke immuniteit is superieur aan de vaccinatie. Is er een land wat de cijfers bijhoudt van mensen die besmet zijn geweest versus de kans om het nog een keer te krijgen? Kortom, hoe lang biedt dit bescherming ten opzichte van gevaccineerd zijn? Ja, dat is er. Er zijn diverse studies dat in verschillende landen heeft nagegaan. In Israël is dat uitgebreid nagegaan, maar ook in Amerika ben ik het tegengekomen. Ook in Engeland ben ik het tegengekomen. Mm-hmm. En ik kwam cijfers van dat een infectie doorgemaakt, laat ik zeggen, een 10 keer zo kleine kans gaf om het daarna weer te krijgen dan als je gevaccineerd was. Dus de bescherming van de infectie was beduidend groter. Dit was de vraag, waarom lukt het niet per dag? Het is nu elke 2 weken. Heb jij idee van andere landen? Is... Ja, en dan elke 2 weken heeft het RIVM het, maar ze maken het nog niet bekend. Dat is nog met de volgende. Zijn er andere landen die dat wel goed doen? Wat jij zei, in Engeland wordt dat dagelijks gedaan? Nou, gewoon hun registratiesystemen zijn veel beter en is er blijkbaar ook die urgentie. We gaan ermee ophouden en we zien elkaar dus volgende week donderdag om 10:00 's ochtends. Dankjewel. Dankjewel.